Oké, okay, dan hadden we nog een missie. Oeps. Die waar we aan bezig waren. Een van de hoofdquests eigenlijk in het spel. Zijn de, ja, de verdwijning van Justin, het paard van Justin dat nu binnengebracht geweest is in, via de Noordijzerpoort in de Gouden Heuvelvallei. Normaal gezien dat ik gisteren moest ik van Alex daar binnen gaan, heb ik die stomme heks ontmoet. Maar daar ik ging een lelijk woord zeggen. Moeras. En daar ben ik voor moeten met Linda in de bibliotheek gaan van het Silverglade landhuis. En daar moest ik haar achterlaten, want ze wou een nachtje doortrekken om boeken te lezen. Dus daar gaan we nu naartoe om te kijken hoe die missie verder gaat. En hoe dat we die heks terug lief kunnen maken. De vriendelijke vrouw die ze vroeger was. Oké, ben benieuwd, want nu trekt het echt op niks. Oké. Linda, tell me. Ja, is dat gelukt, meid? Ben je moe? Gapen, ja, ik dacht het al dat ze moe zijn. Hey Olympia, ik ben weer boven dit boek in slaap gevallen. En dat is niet de eerste keer. Oké, praat tegen Linda. Oeps, sorry, ik denk dat ik even in slaap ben gevallen. Je denkt zeker dat ik iets heb gevonden dat we kunnen gebruiken. Ik denk dat ik in ieder geval een begin heb gevonden. Oh, het gaat weer een missie zijn van een paar dagen. Ugh. Dit is wat ik heb ontdekt. De legende zegt dat er een soort gouden appel is die magische eigenschappen heeft die invloed zullen hebben op een boze heks. Deze appel groeit maar één keer per jaar aan een speciale boom. Terwijl de legende zegt dat de appel een heks naar haar oude zelf kan omtoveren, is het ook een wapen tegen de heksen die de afgelopen jaren geprobeerd hebben om de bomen te vernietigen. In ieder geval, wat als we de appel hebben? Hoe krijgen we haar dan zover dat ze er ook een hap van neemt? Dat is juist die heks, dat is zij dat ik daar per ongeluk geholpen heb. Een tijdje geleden. Nu valt mijn euro. Oké, luister naar Linda. Aha, er is een ander verhaal dat zegt dat hoe bozer de heks is, hoe moeilijker het voor de heks is om de gouden appel te weerstaan als het haar wordt aangeboden. Iets over dat echt wreed aanzetten tot een onweerstaanbare eetlust voor de appel. Sommigen denken dat de appel er alleen voor zorgt dat heksen het verlangen krijgen om iets goed te doen. Na jaren van kwaad werk. Een boze heks zal altijd kwaad werk willen doen en niet willen veranderen in een goed mens. Maar aan de andere kant kunnen ze de gouden appel niet weerstaan als die wordt aangeboden door een goed en aardig mens. Oké, blablabla. Goede vraag. Alle bekende gouden appelbomen zijn vernield door de heksen. Maar ik denk dat we te weten kunnen komen waar er een staat die het wel heeft overleefd. Aha, je hebt laatst een gouden appel geplukt in de boomhaard. Inderdaad. Sorry, maar ik denk niet dat dat de appel is die we zoeken. Er zijn gouden appels en er zijn gouden appels. Er zijn verschillende soorten, maar luister hier. Elk jaar is er een traditionele wedstrijd rondom de vogelverschrikkersheuvel in Golden Hills Valley. In de wedstrijd gaat het erom wie als eerste een appel plukt van de oude boom op de vogelverschrikkersheuvel. Oh my god, wat een mondbreker is dat. En die terug naar de finish te brengen. Een paar jaar geleden heeft Alex onder bijzondere omstandigheden een plekje in de wedstrijd bemachtigd. Sinds die wedstrijd is het parcours afgesloten en is de wedstrijd nooit meer gereden. Ik denk dat we hier met Alex over moeten praten. Wil je me naar haar toe brengen? Tuurlijk. Super, vertel me wanneer je er klaar voor bent om me naar Alex te brengen. Hij is waarschijnlijk nog steeds... Hij? Het is nu plots hij. Alex is nu plots een hij. Het is een zij. Zij is waarschijnlijk nog steeds bij de North Gate aan het kijken. We zien je buiten. Inderdaad. Oké. Kom. Kom. Ja. Goed.
Alex is wel een zeewa. In de begin generiek van Star Stable zeggen ze 4 dappere meisjes. De Soul Riders. Dus, allee. Oké, okay, ben je er klaar voor om een lift te geven naar de poort waar Alex is? Daar gaan we. Ja, ik moet naar de... Ga je ook wie doen? Nee, ze gaan geen wie doen. Nee, zei. Nou, dat is toch... Eigenlijk Emma. Emma, doe wie! Oh, oh. Ik had zoiets van nergens tegen, hè. Ik ga langs daar, zeg. Ik ga geen te gekke sprongen doen of... Goed. Oké. Okay. Ik heb wat aan het geluid gesleuteld. Het is een beetje kiezen tussen twee evils. Deze video is opgenomen met OBS. En bij OBS is de microfoonkwaliteit duidelijk veel beter. Ook al gebruik ik dezelfde microfoon, om de een of andere reden klinkt die veel meer helder en... Terwijl ik het op het standaard computerprogramma doe. Nu, het standaard computerprogramma is eigenlijk veel gebruiksvriendelijker en in principe ook niet echt heel slecht. Ik erger me niet zo erg aan het geluid. Ik weet niet wat jullie daarvan denken. Anders moet ik maar eens laten weten in de comments. Of jullie een verschil horen überhaupt. Kijk, een zuidelijke ijzerpoort en we gaan naar de noordelijke. Dat is dat de wolfjes zitten. Ah, ik ga eens kijken als ze wie doet. Kijk, hè. Zo. Nee. Het is een beetje een bollebol. Ze is een beetje een zami saai, maar... Ze is zo wat rustiger dan... onze vriendin... ja, bij mijn reen zeker niet? Ah, nee, bij juist. Schaduwheuvel weg. Oké, okay, wolfjes zien we daar. En maar schemerheuvels. Oké, okay, nou echt weer naar die... hoe zit dat daar? Woehoe, wolfje. Ja. Alex, ben je hier nog? Ja, Alex staat hier. Tjie. Oké. Okay. Noordelijke ijzerpoort. Hoi Olympia, Linda. Leuk om jullie weer te zien. Ik begon al te denken dat jullie me vergeten waren. Jullie hebben uitgevonden dat de gouden appel een heks kan veranderen. Klinkt gek. Er is zeker een gouden appel op Vogelverschrikkersheuvel. Ik ben er geweest en heb er een geplukt tijdens de wedstrijd toen ze daar, die daar nog hielden. Maar nu is Vogelverschrikkersheuvel al jaren gesloten. Oké. Okay. Denk je dat je de sleutel van de stad ook... Met de sleutel van de stad ook de poort opent naar het Vogelverschrikkersheuvel. Oh my god. Het is niet ondenkbaar. Ik heb de sleutel nog steeds, dus neem hem maar mee en probeer het. Ik hou de wacht bij de poort, zodat jij er naartoe kunt rijden en het kunt proberen. Oké. Okay. Dat gaan we doen. Kom Linda. Laten we gaan. Blablabla. De vraag is, moet ik terug over die brug? Ja, hè. Even over de brug. Oei. Boe. Boe. Ja, ik denk niet dat ik rechtstreeks kan. Nu, als ik wel rechtstreeks kan, dan is het jammer. Maar ik dacht het niet. Ik dacht dat ik hier even over die brug moet en dan de andere brug moet nemen. Waarom is dat hier kapot? Waarom is die brug stuk? Komt dat? Het is toch makkelijker als dat zou gemaakt worden? Waarom maken we dat niet? Oké. Okay. Ik denk dat het hier is, aan de linkerkant ergens, straks, dat ik het voorbij kom. Ja, zie je daar links? Juist. Ik weet het niet als ik er ging aangeraakt hebben. Ik denk het haast niet. Goed, we gaan die deur openen, als dat kan. Oké. Okay. Goed. Gaan we dat doen? Oké. Okay. Spannend. De deur gaat open. Oké. Okay, huh?
Olympia, ja, maar dat is niet de juiste sleutel voor de poort. Wat nu? Ach, ik had kunnen denken. Niet toch weer een dag wachten, nee. Het is zo gek dat de sleutel niet werkt. Rijd naar burgemeester Klaus en vraag hem wat het probleem zou kunnen zijn. Hij zou moeten weten waarom de sleutel deze stomme poort niet opent zoals het hoort. Ik wacht hier terwijl we uitzoeken hoe we de poort moeten openen. Praat tegen Klaus. Oké, dan, Klaus, die postie. Dus ik moet terug naar daar, zuidelijke hoogkust. Ja, we gaan die weg volgen. Ik ken nog niet zo heel goed de weg in de Gouden Heuvelvallei. Maar het begint te komen. Dat is wel zo'n leuke nieuw gebied erbij. Maar ik heb wel het gevoel nu dat elke missie dat ik doe toch dichter aanleunt bij Epona en uw Hillcrest. En vooral die van die geest. Dat heeft met die brug te maken naar blibloebla. Oké, burgemeester, vertel het me maar. Vissen kom ik straks doen, meneer Trout. Trout is forel. Engels voor forel. In het Frans. Trout. Flolel. Ik kan niet meer goed spreken. Ik spreek wel. Oké. Kom, burgemeester Klaus, vertel hem. Bedankt voor de sleutel. Ik hoop dat hij werkt. Bij de North Gate. Wat? Je kunt het niet gebruiken om de poort naar vogelverschrikkersheuvel te openen. Wacht. Dit is zoals het hoort te zijn. Ik deed hem jaren geleden op slot en gooide de sleutel weg. Waarom? Waarom deed ik de poort op slot en gooide de sleutel weg? Nou, vogelverschrikkersheuvel was een veilige en mooie plek. En we hebben daar geweldige wedstrijden gehouden. Maar een paar jaar geleden kwamen de vogelverschrikkers tot leven. Dat was meer dan een klein beetje eng. De vogelverschrikkers konden niet vluchten als ik de poort op slot deed met een andere sleutel en niemand kon erin. Ik gooide de sleutel weg om zeker te zijn dat de poort dicht zou blijven. Het was misschien een beetje stom, denk ik nu, maar op dat moment kon ik niet goed nadenken. Je denkt dat mijn vrouw Pie de vogelverschrikkers tot leven heeft gebracht om te voorkomen dat iemand de gouden appel zou pakken. Interessant idee. Daar had ik nog niet aan gedacht. Praat tegen Klaus, ben bezig. Oké, klaar. Je zult een andere manier moeten vinden om de poort open te maken zonder de juiste sleutel te hebben. Het spijt me, maar als er spannende dingen gebeuren, doe je soms rare dingen. Oké, dan. De sleutel is van de brug afgegooid en het is heel, heel erg diep daar. Dus ik denk niet dat we de sleutel terugvinden. Ik heb eigenlijk geen ander idee hoe we in een vogelverschrikkersheuvel kunnen komen. Ken je misschien iemand die sloten zoals deze kan openmaken? Wat ik weet. Wow, je ziet eruit alsof je een goed idee hebt. Bedenk je net iets? Praat tegen smokkelaar Bob in de grot. Misschien kan hij het slot openen. Ah ja. De vraag is natuurlijk, hoe haak ik weer naar die smokkelaar? Zie, dat is zo'n ambetant stukje grond. Daar. Ja. Ja. Ja, ik moet hier. Hier. En dan moet ik eraf langs de eerste paal. Hop. Ja, maar ik raak niet al. Ja, ik vind het soms wel moeilijk om terug te geraken. Soms ben ik een beetje de weg kwijt. Zie, daar heb ik voetstappen, dus dat kan ik al. Goed, op. En dan moet ik zorgen dat ik hier niet in dieper ik val. Wacht hoor. Mooi langs moet kijken. Ja, het is zo'n beetje heel een krinkel, de winkel, wonkelbok. Goed, wegvolgen. Wow. Rustig, 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 rustig. Oké. Oeps, stop. Links. Oké. Ja, blijven. Blijven. Oké, ben er. Denk ik. Huh? Ja. Ik vind het soms echt wel een moeilijke weg. Is er geen shortcut voor? Oké. Goed dan. Ah, maar er liggen hier bootjes. Wacht ik 2 seconden? Wat doen die bootjes daar? Kan ik iets met die bootjes? Nee, zeker.
Kan ik iets met die bootjes? Nee. Oké. Okay. Goed, oké. Okay. Allee, Bob, kan jij een slot openen voor mij? Laat ik je zien hoe goed jij bent. Aha, een probleem op vier poten. Jij weer. Ik denk dat we elkaar iets te vaak tegenkomen. Weet je nog dat we geheim zijn en dat we niet zo beroemd willen zijn als jou? Aha, je hebt onze hulp nodig. Alweer. Met een slot. Hè? Dat zou hij graag doen. Dus, je wilt ons helpen met het openen van de poort naar de vogelver. Je wilt onze hulp. Voor het openen van de poort naar de vogelverschrikkersheuvel. Heb je toestemming van de burgemeester? Oké, okay. Dit is de laatste keer dat we je helpen en daarna verwachten we dat je ons met rust laat. Ga naar mijn collega Rob, hij kan je een betonschaar lenen. Beloof je me dat je meteen weer terug bent als je klaar bent? Ja, hoe ga je het zelf niet doen? Bob. Wat heb je, 5 XP tekort voor level 13 te worden? En is je laatste race? Is die laatste race? Dan gaat je het lukken. Ik ben Rob, je wilt me... Rob vindt het goed. Oké. Okay. Oké, okay, hier heb je een betonschaar. De betonschaar. Beloof je me dat je ze meteen terug... Ja. Knip de sloten door van de poort naar Vogelverschrikkersheuvel. Alright. Moet ik weer in die hotante weg? Kan ik hier niet lang links? Als ik hier een keer naar links ga, wat zie ik hier dan? Kan ik hier niet? Ik zie hier iemand uitkomen. Kan ik hier niet iets doen? Ik kan hier door. Als ik naar links ga, kan ik hier door. Kan ik hier niet ergens terug waar ik moet zijn? Nee. Ik ben naar links geweest in plaats van naar rechts. Dat is allemaal strand. Kan ik nergens naar boven? Jawel, jawel, jawel. Jawel! Yay! Maar inderdaad, als je van het dorp komt, maakt dat zoveel niet uit. Oei, maar ik ben hier aan die poort al direct. Westelijke ijzerpoort. Ben je het al? Oké. Okay. Goed. Ik mag de betonscharen gebruiken. Mooi afsteken. Dat is nu dat. Oh, mensen zijn zo saai. Oh, die vogelverschrikkers leven. Zie ze lopen. Oh-oh. Oh-oh, ik zie iets. Ik ga maar zorgen dat ik op dat paard zit. Er zijn zo'n rode schoevels rond hen. Oké, okay, ik ga mijn dingen hier toedoen. Ik voel een race aankomen. Je ziet er gespannen uit, maar het lukt je om het slot van de poort stuk te knippen. Breng de betonscharen zo snel mogelijk terug. Die Rob is een rare man. Iemand waar je geen ruzie mee wilt hebben. Breng het maar terug voordat je bij de volgende... Oké. Okay. Oh, man, eerst terug. Oké. Okay. Dat is goed en ik heb hier een weg gevonden. Nee? Oh, hond er weer. Hier erop, uw schaar terug, vriend. Oh. Geen kras, goed. Rob, blij, jij gaat nu. Ja, oké. Okay. Bedankt. Thank you very much. Thank you very much. Oké, okay, we gaan terug naar links. Normaal gezien, dat kan lukken om... Is je paardje level 13? Poppy is nog maar level 9. Maar ja, ik heb nog niet kunnen trainen vandaag. Missies, missies, missies. Dus hier kan ik niet naar boven, maar straks hier kan ik naar boven, normaal gezien. Ja. Oké, hier kan ik naar boven. Mooi zelf. Hier kan ik naar boven en zet ik meteen aan dat hek. Oh, meteen is ook hier. Oeps, oeps, hier, Linda, Linda, Linda. Oké, Linda, ik zou... Oh, mijn hummingbird ride is uitgelopen. Oké. Ik ga nog die missie afwerken. Dan ga ik eventjes pauzeren. Weet je, Olympia, die vogelverschrikker
zien er echt eng uit. Maar daar zijn echt eng. Ja, inderdaad. Denk je dat je ze kunt passeren als je onderweg bent naar de boom? Als het je lukt, vergeet dan niet de gouden appel. Als er één is. Dus ik moet hier een gouden appel proberen te pakken. Zonder dat die rode vloers mij... Leuk. En waar is die gouden appel? Daar, helemaal boven. Oh, hoe moet ik daar aan gaan? Ah, zo. Ah, ja, het is al in. Oké. Maar en hoe raak ik daar? Ik zal beter eerst kijken. Oeh. Wacht hoor. Kan even eerst. Kan ik nu? Ik kan niet binnen gaan zonder dat ik die missie aanvaard. Hou ik dan ook dood? Ja. Dat ik gewoon een keer kijk. Dien heeft niks. Het is gewoon Dien dat een beetje flipkip is. Dus ik moet daar naar boven. Daar naar boven. Juist, hè? Oké. Dat is goed. Maar ik moet gewoon meteen weten welke kant ik op moet. Kijk hoe heftig dat eruit ziet weer, zeg. Al die zwarte wolken. Oké. Linda, ik ben er klaar voor. Het lijkt erop dat... Ja. Ze kunnen jou en je paard toch bang maken. Ah ja, dat mag er niet langs. Enge levende volgende. Wow, wat gaan we nu doen? Ik denk dat het moeilijk zal zijn om iets te weten te komen over de volgende. Dus ik denk dat we met Elisabeth moeten praten. We hebben het over krachtige magie. Dus we nemen de tijd om eerst naar haar toe te gaan. Ik ben bang dat we de antwoorden voor dit probleem niet in deze boeken gaan vinden. Maar ik ga het proberen. Geef me een lift naar de bibliotheek van de wijnmakerij. En ik ga daar op zoek naar boeken die misschien een oplossing hebben. Daarna kun je naar Elisabeth gaan en het probleem aan haar voorleggen. Oké. Dus ik mag dat niet doen. Ik mag niet naar boven. Ik had al ze weggevonden. Ach ja, oké dan. Dus ik moet eerst maar daar weer naar de dinges. Naar de bibliotheek. En dan moet ik... naar Veeldeel. Dus ik zie jullie in Veeldeel. Goed? Oké. Het is goed. Jij, hebben jullie iets belangrijks te zeggen? Gemist. Speculoospasta. Ja, ik heb nog een potje. Dat is heel belangrijke informatie. Oké. Okay. Ik heb nog wel alles te doen vandaag, jongens. Nee. Waarom? Nee. Het is enkel geluid. Nee, maar het zoveel vertraagt anders. Hè. Ik vind dat super vervelend. Ziet dat dan hoe een pot is? Oké. Ja, maar voor naar Elisabeth te gaan, ga ik wel een ding eens nemen. Hè. Kijk, en er zijn champs bezig en kan er niet aan door meedoen. De hele meute af. Ik kon eigenlijk ook bij Jasper de trailer genomen hebben, maar ja, van Jasper naar hier is nog zo ver niet, hè? Ach ja. Crunchy speculaaspasta, er is inderdaad... Oh my god! Ha, wat? Voor kiek ben ik eigenlijk. Het is nu al een tweede keer dat ik dat tegenkom dat ik aan Starwa rijd. Wat is er? Is er iets niet meer goed? Wat zijn die crunchy brokjes toch zeker? Of niet? Is het papiertje? Ah ja, dan moet je eruit halen. Oké. Okay. Moet je naar de bibliotheek? Ga je maar naar de bibliotheek? Voilà. Oei. Goed. Oké. Okay. Linda staat daar. Ik pak de trailer naar, nu naar Elisabeth in Veeldeel. En...
ben het al redelijk zeker. Ik denk dat ik een klokje ga krijgen. Dus dat ik ook weer deze missie niet kan verder zetten vandaag. Dat je... Het is jammer dat niet mijn facecam is nu, anders konden ze echt geen speculaas pasta, zodat... Ja, dat wel. Maar ik heb daar geen probleem mee. Kijk, hopla! Daarom, ik heb het opgelost voor je. Oké, ik ga eerst naar Elisabeth. Elisabeth, help me met die vogelverschrikkers. Oké. Levende, menshatende vogelverschrikkers. Ben je benieuwd hoe je ze kunt passeren zonder dat ze je van de heuvels wegjagen? Ja. Krachtige magie heeft de vogelverschrikkers tot leven gebracht. En het lijkt erop dat ze gestuurd worden door degene die ze heeft geactiveerd. Ik ben er zeker van dat Pi ze tot leven heeft gebracht om te voorkomen dat mensen bij de gouden appel kunnen komen. De appel waarvan we hopen dat die op het hoogste winderige puntje van de vogelverschrikkersheuvel groeit. Ik weet dat je met magische kracht de betovering kan verbreken, maar we hebben nooit meer zoveel kracht gezien sinds het fragment van Eidins licht. En dat is heel lang geleden. Ik heb er je eerder over verteld. Ja, toen Eidin de eerste stappen op het eiland Jorvik zette, net nadat het was ontstaan, had Eidin een sterk licht in haar handen. Dat ervoor zorgde dat het eiland vol met stenen tot leven kwam. Het licht was gevuld met sterke magische kracht dat goedheid en warmte uitstraalde. Dat hebben we nooit meer gezien. Jaren later vonden we een deel van het licht dat was gebruikt voor een hoop goede daden. Maar ergens in de geschiedenis is het kwijtgeraakt. Ik weet zeker dat een klein deel van dat licht al genoeg is om de magie van de enge vogelverschrikkers te verbreken. Ze zeggen dat John Jarl... Jon Jarl is begraven met een lichtfragment in zijn graf. Het is een van de weinige verhalen die ik ken over het licht en misschien is het werkelijk waar. Jon Jarl was de eerste die op het eiland kwam, heel lang geleden. Volgens mij was het in de 12e eeuw. Hij noemde het eiland Jorvik. Het probleem is dat Jarl's graf verzegeld is en ik heb geen idee hoe we het open kunnen maken. Ik weet, Olympia, jij bent er geweest en spookijzer hebt gehaald. Ja, dat is juist. Maar je bent alleen in de eerste kamer geweest. Volgens de verhalen bestaat de tombe uit meerdere kamers. Dat zeggen ze. Maar misschien kunnen geschiedenisboeken je verder helpen. Chat met Linda. Ze is in de bibliotheek waar je haar hebt afgezet. Misschien kan zij geschiedenisboeken vinden waar je iets zinvols in staat. Iets over het openen van John Jarl's grafkelder. Dat is daar dat speciaal ding dat je daar moet insteken, hè? Mm-hmm. Ja, dat is lekker in de Indiana Jones films. Ja, Indiana Jones films, dat is van lang. Heb je dat nooit gezien waarschijnlijk? Oké, ja, dat zijn van die avonturenfilms. Echt een mooie plek. Een mooie plek. En inderdaad, is er inderdaad een heel fel licht. Ah ja, dat is het licht van Eidin. Ga terug naar de wijnmakerijbibliotheek en vertel Linda wat je hebt gevonden. Oké, moment een dingetje. Ik ga even moeten stalklusjes doen aan volonté voor al die paardentrailer toestand terug te betalen. Oké, landhuis. Zullen we te betalen met jouw verschillingen? Maar ik heb dat gezien, dat je daar inderdaad een embleempje, of ja, hoe noem het ook, een artefact kan instellen. Het zag eruit alsof je er iets kon instoppen, dus ja. Oké, ik moet dus weer naar die bibliotheek hier. Oh my god. Ik hoop dat jullie het niet saai vinden, want ik vind het een beetje saai. Maar ja, ik kan daar niks speciaals aan editen of zo. Het is gewoon de missie, hè, ja. Oké, go! Ik heb niets gevonden. En jij? Super! Dus kort samengevat, heb je gevonden een fragment van Eidins licht kan de spreuk van de vogelverschrikkers verbreken.
Het verhaal zegt dat het fragment te vinden is in de tombe van Jarl. We moeten dus uitzoeken hoe we daar komen. Het is niet makkelijk. Ik weet bijna zeker dat in een van de geschiedenisboeken iets over zijn begrafenis moet staan. Hier zijn de drie boeken die we verder moeten uitpluizen. In Nick Stoneground's Travel Diary staat veel informatie over de gebeurtenissen in Jorvik. Ik denk dat we deel 12 nodig hebben. Verder hebben we een geschiedenisboek nodig over Jarl's begrafenis. En misschien ook een boek over zijn leven hier in Jorvik. Help me bij het vinden van blablabla. Je kunt zijn bibliotheek vinden. Oké. Gaan we doen voor Linda. Nee. Dat is nog een kant. Oké dan. Tata. Waarom kan ik dit boek niet pakken? Ah, hier. Oh my god. Stom van mij, sorry. Oké, niet bij het lopen terug, hè. Oké. Draai u. Oké, aan de boeken. Linda. Dit zijn de drie belangrijkste boeken die we nodig hebben. Geweldig. En een klokje, daar is het weer. Ik heb een dag nodig om al deze informatie uit te zoeken. Er is enorm veel te vinden over John Jarl, maar we moeten alleen de informatie gebruiken die belangrijk is voor ons. Kom morgen maar terug. Dan hoop ik dat ik het heb gevonden. Oké. Dus ook hier weer. Ik zie jullie morgen of misschien rond ik toch deze video af en doe ik het in verschillende delen. Dus vind je het... Ja, maar dat ga ik niet doen. Ik heb veel te veel ander werk. Nog paarden uittrainen. De rest van mijn missies. Want ik heb nog veel missies staan. Maar die niet zo interessant zijn. Maar dat ik wel moet doen om verder te geraken in het spel. Dus, vind je het ook super spannend? Of net niet. Ik val bijna in slaap met die missies. Dat is niet waar. Ik vind het best wel spannend. Ik ga gewoon blij zijn dat we die stomme heks. Ik ben blij dat we ze niet gezien hebben vandaag. Echt waar, maar gisteren, jeek, wat een lelijk ding is dat. Dus ik ga blij zijn als we ze kunnen omtoveren naar de lieve vrouw die ze vroeger was. Ga je er ook blij voor zijn? Verlangen jullie daar ook na? Geef dan alvast een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal, want dat is de volgende video die eraan komt. Hoop ik. Dat ze dan niet weer uitlangen en nog extra. Dat we eigenlijk die hekses kunnen aanpakken. Goed. Oké, dan zie ik jullie de volgende keer en dan zeggen we tot later. Bedankt voor het kijken. Dag. Het is zonder cam. Zit hier te wachten. Oké.